Weet je dat ook allemaal maar? Jouw programma. Ja, ja, NAC. Ja. Zit je door me heen? Stil. Dan NAC houden. Juist. Goed, ja. Tijd voor serieuzere zaken. Is het zo? Nee, joh. Ja, de Nostradamus-competitie. Oh, die vergeten we bijna. Toch wel even doen. Om net voor 9 uur. Jongens, we moeten de uitslagen gaan invullen. Het gaat om de wedstrijd NAC Den Bosch. We beginnen gewoon vooraan. Robert Jan. Ik denk mooi 3-0. 3-0. Leon. Ik ga voor een gedurfde 4-1. 4-1. Sander, ja, ach, die hoef ik eigenlijk niet te vragen. 0-3. 2-2. Nou, een punt. 2-2. Hoe is ze? Ja, je hebt ze weer bijgehouden. Heb en je ik de hou het stand op een, alweer? Ik hou het op een spannende 2-1. Nee. Willen we de stand nog weten? Als je hem in beeld hebt. Bovenaan beginnen of onderaan beginnen? Begin maar onderaan. Bovenaan is op de laatste spannend. Plaats. Met afstand. Met afstand, met 2 punten. Sander, met maar liefst inderdaad 2 punten. Daarboven staat Robert Jan met 5 punten. Ondergetekende 7 punten. En aan kop, niemand minder dan onze enige echte Nostradamus, Don Leonardis. Ja, wat heb met ik 10 punten. 10 punten? Oh, heb ik er eentje en bij. Is dat nou al bijzonder, 10 punten? Volgens mij valt het ook nog wel mee. Was dat die laatste natuurlijk? Oh ja, ik dacht dat niet eens door. Nostradamus. Ja, 13 wedstrijden. Ik dacht dat ik op 9 stond, ja. Nee 10. Dat is echt... Klopt. Ja, Marcel, je houdt goed bij, hoor. In zijn rekencalculator. Absoluut. Dat is een man van de economie, hè. Dus dat moet allemaal goed komen. Goed, even voorbeschouwing. De wedstrijd dan. Door wie wordt hij eigenlijk gefloten? Dat is Kevin Blom. Nee, mag ik een grap over maken. Kevin Blom. ik heb er nog wel goede herinneringen aan. Dat is wel aan, een Eredivisie scheidsrechter. Ja, dat is toch die blonde godheid? Ja, dat is die geperoxiseerde... Frans Derks lookalike. Ja, precies inderdaad. Dat is die scheidsrechter die ons dat doelpunt gaf tegen Rode JC in de nacompetitie. Ja. En ook nog een hele mooie bekerwedstrijd tegen Ajax. Welkom, Kevin. Was hij ook tegen Feyenoord? NAC Ajax, 4-2. Die bekerwedstrijd heeft hij ook gefloten. En die halve finale, wie durfde geen penalty te geven? Was hij dat ook? Nee, dat was Fink. Nee, dat was Fink natuurlijk. Dat was Fink. Pietertje. Hé, maar wat voor wedstrijd gaat het worden? De thuisdebuut van Marinus? Heeft er heel veel zin in, zegt hij. De rentree van Verbeek tegen zijn oude club. Ja, Verbeek. Heeft hij nog nooit tegen gespeeld, hè? Volgens mij. Dat stond ook weer ergens. Dat hij nog nooit tegen Den Bosch had gevoerd. Ik las ook ergens dat Den Bosch nog nooit in Breda had gewonnen. Kijk, dat willen we dan wel zo houden. Waarop de trainer de stoere taal zei. De trainer van Den Bosch, Jos van Eck. Dat moet maar eens anders worden. Jos van Eck. Jongen, dat is ook een man uit... Wel een mooie cultvoetballer. Ja, ook zo'n cultvoetballer uit Bossen. Echte Bossenbollen. Fantastische voetballer. Maar nu trainer bij de Bossenbollen. Ja. Doet Leurling mee? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, daar ga ik niet vanuit. Die is anders steeds geblesseerd. Zit hij weer te lappen? Revalideren. Ja. Hij gaat er nog vanuit dat hij nog steeds eens... Hij heeft nog een puntje aan de horizon om een wedstrijd te gaan spelen ooit. Ik denk dat het beetje voorbij is met... Ja, dat moet er wel voor vrezen, maar houdt de moed erin. Ja, het is ongelooflijk. Dapper. Dat vind ik ook dapper, maar ja. Klasse. Maar de wedstrijd, ja, ik denk dat het een sfeervol verhaal wordt en dat het mooi lekker 3-0 dus. Geen walk-over, hoor. Nou, te makkelijk. Dat zal het publiek niet laten gebeuren. En die zijn er trouwens ook weer in grote getalen. Het is ongelooflijk. We gaan weer naar een record. Deze keer hopen te halen. Ja, het gaat nergens over. Volgens mij zit het wel ruim over de 15.000. 15,5 bijna. Ja. Is het zover, hè? Dat is geweldig, man. En ik ken nog een aantal mensen in mijn omgeving die nog een kaart willen kopen. Dus daar worden er nog steeds meer. Dat is gewoon ongelooflijk. 15,5. Nakt Den Bosch op een vrijdagavond. Gewoon 15,000 man. Hè? Dat is echt fantastisch, man. Dat is... Durf je niet te dromen als eerste divisie club? Nee, absoluut niet. Het is Nakt natuurlijk niet. Het is natuurlijk raar. We hebben er misschien nog niet meteen een record, een toeschouwersrecord. Maar dat is ook helemaal niet belangrijk. We hebben het gemiddelde aantal toeschouwers dat ver boven ligt van Rode JC vorig jaar of zo. Weet je? Dat is, ook dat al. Dat is denk ik nog het belangrijkste. En zonder kunstige acties of zo, dat we gratis kaarten weggeven. Dat er halve stadion met gratis kaarten binnen zit. Dus dat is ook niet het geval. Er zitten mensen gewoon bewust. We willen een NAC zien winnen. We willen een NAC zien voetballen. Een mooie avond. We gaan een kaartje kopen. Maar het is ook mooi altijd. Ik ben heel benieuwd. Ik heb ook altijd weer zin. Ja. Al is het kloten geweest, ik heb altijd zin. Heel benieuwd hoe Marinus het elftal laat spelen. Hij zei details zou hij iets mee doen. Ja, ik ben heel benieuwd. Details veranderen. Ja, wat accentjes. Er is natuurlijk qua mindset veranderd in die kopjes van die jongens. En die durven nou wel iets meer verder van de goal af te spelen bijvoorbeeld. Die hebben meer vertrouwen. Je bedoelt die laatste overwinning in Os? Ja, bijvoorbeeld. Dat is wel een aandacht behoorlijk. En ze hebben een goede test gehad tegen Lokeren. Ja, daar hebben ze was een goede test. Lokeren was beter. Dat is natuurlijk ook een betere ploeg. Maar ze hebben zich kranig teruggeweerd, veerkracht getoond. En daar kunnen ze, die kopjes zitten weer goed. Ik hoop, of ik verwacht eigenlijk dat ze gretig, echt gretig zijn. Ja, uw aanvoerder, wat vinden we daarvan? Ja, vind ik goed. Hebben we het vorige week al over gehad? Oh, ik ben weer te laat. Ja. Veel vertrouwen in. Jongens, als je de uitzending terug wil luisteren, dat kan nog
kijk even op www.derad.nl. Dat heb ik dus niet gedaan, zoals je hoort. Uitzending gemist, .derad.nl. Ja, die is ook... linkt gelijk en over. Sander wil nog wat zeggen. Sander wil... Die pakt de microfoon gewoon van mij af. Ik denk dat we moeten gaan afronden, jongens. Is het weer zover? Ik kijk op de klok. Hebben wij binnenkort een buurman? Oh, voor ons wel. Oh, morgen trouwens... nee, nog niet. We moeten even melden, we hebben morgen een minuut stilte voor de wedstrijd. Houd er rekening mee. Oh, dat als je ook de rij staat voor het stadion en je mist de aftrap. Er is eerst een minuut stilte. Houd er even rekening mee. Houd daar inderdaad. Even rekening mee, is wel zo netjes. Ik vond weer... Ik vond het bijzonder. Die top 5 moeten we erin houden, hè? Ja, ja. Als doen van we onszelf. Die van Louis Pedro vorige week hebben we bewust overgeslagen, want dat leek helemaal nergens. Maar hadden we die platen niet of zo? Louis Pedro. Even vertel eens. Ja, ik kende die platen zelf amper. Nee, dat was de muziek. Nou, die jonge gasten hebben toen wel wat toegelicht. Ja, wel. Alleen, wel. Ja, dat is maar muziek, de motivatie vond ik niet echt inspirerend. Zeg. Nee. Nou, we kijken, we houden het in de gaten. Die top 5 van de spelers altijd leuk. Vond die van die en Terouwela wel best... behoorlijk oké. Ja, die mag volgende week absoluut. Dan zijn we er weer om 8 uur met een nieuwe NAKPRAAT. Okay. NAKPRAAT wordt iedere week samengesteld en gepresenteerd door Marcel van S en Leon Dekkers. Technische ondersteuning verzorgd door Patrick Hopstaken, Robert-Jan van het Veld en Sander Waasdorp. NAKPRAAT, jouw NAKnieuws. Elke donderdag op Breda Nu.